vrijdag 20 december. En ik ga zo even naar kantoor. Er is een evenement speciaal voor Jikke georganiseerd. Een meditatieochtend of middag. Ook met familieopstellingen. Echt super vet. En ja, aanmelden.nl die werkt mee om dat mensen zich ook dat we kaarten kunnen verkopen. Maar dat moet natuurlijk wel ingericht worden en dat ga ik zo doen. Annemarie Mostert van Mostert & Co. die heeft daar hele mooie logo en banners en zo voor gemaakt. Dus dat wordt hartstikke mooi. Gisteren ben ik naar Den Ilp geweest, naar Jeanette Axe voor de work. Ja, ik vind het zo magisch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het in het begin niet zo goed begreep. Maar ja, juist door iets wat je pijn doet, zo'n situatie, door dat gewoon zo echt zo zwart-wit mogelijk op te schrijven. Zo eerlijk mogelijk op te schrijven. En er dan als het ware van alle kanten gaan bekijken. En ook vanuit andere personen die daar een rol in spelen. Gisteren ook weer was er ook weer een heel mooi voorbeeld van hoe bevrijdend dat kan werken. Ja, heel mooi om te zien. Als je het nog niet kent, moet je echt een keer contact opnemen met Jeanette. En dan, en dan ga je ermee kennis maken. Ik denk dat het voor iedereen waardevol is om daarmee aan de slag te gaan. Goed, de jongens hebben al vakantie. En Harm blijft niet thuis. En ik ga maar eens even mijn gezichtje erop tekenen. Mijn hartje veunen en dan op het fietsje. Vanmiddag is de buurtborrel. Ik moet nog boodschap voor doen, nog soep maken. Ik ben echt onwijs moe. Maar nog even volhouden en morgen hoef ik helemaal niks. Dus daar heb ik nu ook al zin in. Mooie dag. Ik ga naar Zanzibar. Superleuk. Ik ben wel even vergeten dat je daarvoor ook nog allemaal dingen moeten regelen, zoals een visum en vaccinaties en weet ik veel. For shit. Dus ik ben nu eigenlijk kei laat. En gelukkig ga ik met mijn zus, die is heel bij de hand. Die heeft wel het een en ander uitgezocht. Een visum kun je blijkbaar daar regelen voor $50. Lang leven Afrika. En vaccinaties, daar begint het een beetje op te lijken dat ik daar gewoon te laat mee ben. Maar ik heb natuurlijk ook immuuntherapie, immuunzooi in mijn lijf. En ik denk niet dat er al onderzoeken bekend zijn met mensen die ingeënt zijn tegen de gele koorts met nivolumab in hun lijf. Kan ik me zo voorstellen. Ik denk niet dat er iemand daar geld voor over heeft om dat te onderzoeken. Dus word ik guinea pig of vertrouw ik erop dat Zanzibar een lage risicoland is en doe ik het maar niet. Want er zijn natuurlijk wel muggen. Maar goed, het lijkt me wel kut als je dan kanker overleeft en je gaat dan dood aan gele koorts omdat je op vakantie gaat naar een land met witte stranden en een blauwe zee. En zo hebben we allemaal onze problemen. Wordt vervolgd. Nou, boodschapjes gedaan. We waren nog bier vergeten. Op zich redelijk essentieel voor een borrel. Echt onwijs fijn. Lucas past even op de jongens. Want die moesten we die anders meenemen. En dat hoeft nu niet. Nou, Annemarie is nog gauw bier halen. Ik rijd de garage uit, want anders is die uitrijkaart alweer verlopen. En dat wordt gewoon hartstikke leuk. Nou, ik neem jullie even mee. Voor het soep en chocomel, glühwein. Annemarie moet voor ons pensen. Lampjes hangen. Super cool. Heeft iemand koekjes gebakken. Eten. Met allemaal mooie kerstwensen. Als dit eten. Geen succes wordt, dan weet ik het niet meer. Mooi hè? Hier is trouwens het brandende huis uit mijn blog.
een stift van kijken. Ik sta hier onder de afzegkap en met een portie bittergarnituur. Dat is heel dubbel, want ik hoorde net dat het met Jikke helemaal niet goed gaat. Ik voel me ook best wel egoïstisch, omdat ik ook denk dat had ik ook kunnen zijn. En ik sta hier. En heel veel mensen hebben weer een mooie bedragje gedoneerd. Maar it ain't over till it's over. En ik denk ook dat... Ja. Weet je, zoals alle clichés is ook deze waar. Kijk, en juist als er iets onwaarschijnlijks gebeurt, dan is het een wonder. En wonderen gebeuren. Aan de lopende band, als je het wil zien. Maar toch voel ik me ook een beetje verdrietig door dat nieuws. Maar we geven niet op. En Jikke geeft ook niet op. We gaan door. Weet je, er is altijd nog tijd voor een plan B. Maar nu eerst plan J. Plan Jikke. Of plan D. Plan Duitsland. Maar wat gaan we doen? En nou bitterballen. 55, 60, 80, 100, 120, 130, een heel lief envelopje. Ja. Schattig. 130, 100, 136. Goedemorgen, het is zondag 22 december. Ik sta hier voor de Doelen. Ik had hier zo meteen een kerstconcert, jaarlijks kerstconcert. En mijn zusje Marianne die zit in het orkest. En die doet dit jaar weer mee, gelukkig. En, de rest zal binnen, ik wacht nog even op een paar mensen. Ik heb hier de tickets. En dat wordt helemaal leuk. Het is maandag, 23 december. En we hebben gehoord dat het met Jikke dus niet zo goed gaat. En dat heeft ook wel consequenties voor onze campagne. We hebben natuurlijk met het team overlegd. En de acties die zijn ingezet. De mooie wandeltocht op 29 december. En ook het... mooie event op 12 januari. Het zal allemaal wel doorgaan. Ik heb vanmiddag een tekst gemaakt. Naar aanleiding van een heel mooi filmpje. Wat Jawi heeft opgenomen. En ik heb dat net op de website gezet. Van Why Donate. En op de Facebookpagina. En ik ga nu het bedrag aanpassen. Er staat nu dat er 31.472 euro is ingezameld van de 60.000. En ik ga dat bedrag nu naar 30.000 bijstellen dat het bereikt is. Ook om een signaal af te geven dat de situatie veranderd is. Er staat ook een tekstje bij wat we daarmee bedoelen. En ik merk dat ik daar heel erg moeite mee heb. Dat het een beetje voelt als opgeven.
Nou ja, er is een quote die door mijn hoofd gaat. En dat is van dat er een groot verschil is tussen opgeven en weten wanneer het genoeg is geweest. En het is genoeg geweest. Het mooie is dat Jik heeft aangegeven dat ze dat geld een ander goed doel wil schenken. En er zijn er wel twee in beeld. En een van die twee gaat het worden. Dat heeft Jik ook zelf aangegeven. En het gaat in ieder geval over dat mensen die uitbehandeld zijn, nu, in de toekomst hopelijk wel op tijd een kans krijgen. Anders was Jikke misschien nog wel op tijd behandeld. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar je weet wel zeker dat het nu in ieder geval te laat is. Ja. Ik ga het aanpassen. Het gaat de wereld in. Bericht. Mijn gedachten zijn bij Jikke. Mijn lieve, lieve nieuwe vriendin. En door mijn hoofd gaat ook steeds van alles eruit naar alles uit. Maar zover is het nog niet. Nou, ik zit in de auto. Ik ben weg vanuit Arnhem naar huis. Ik was net bij Annika samen met Javi voor een interview met Gelderlander over de crowdfundacties voor Jikke. Nou, het was wel een fijn gesprek. De journaliste, de dame, kon zich ook wel. Prettige gesprekspartner. Waarschijnlijk komt het vrijdag in de krant. En hopelijk gaan er nog meer mensen aanhaken door dat artikel op de actie. Het is ook even zoeken zo met elkaar. Nu het niet meer alleen over Jikke gaat. Nu het eigenlijk gewoon een andere bestemming krijgt, het geld. Ja, hoe voelt dat dan? Het is wel een andere energie, om zo te zeggen, waar we dingen mee doen. Maar de dingen die lopen, die gaan wel door. De wandeltocht, 29 december. En wat zou liefde doen? Het evenement waar je familieopstellingen kan verwachten. En fijne mensen die dat begeleiden. David de Kok, Stephanie Buskens. Dat ik het goed zeg. En Jari Bakker. Ja. Het was ook heel fijn om Jari weer even te zien. Die ken ik natuurlijk al. Maar Annika had ik nog nooit gezien. En het is wel fijn om even zo te voelen dat je. Ja. Dat je ook in het echte leven klikt. Nou, mooi. Goedemorgen. Het is eerste kerstdag 2019. En ik was lekker aan het hangen op de bank thuis en had lekker ontbeten met de jongetjes. En de zon ging schijnen en ik zag mensen buiten rennen. En toen wilde ik ook gaan rennen. En zoals je hoort aan mijn geheig ben ik dat dus ook aan het doen. Toen ik terugreed uit Arnhem, toen hoorde ik een liedje op de radio van Danny Vera, Rollercoaster. Ik had dat liedje nog niet eerder gehoord. En het raakte me heel diep en het voelt ook heel erg alsof dat heel erg over Jikke gaat. En eigenlijk nu ik aan het lopen ben, realiseer ik me pas waarom. Hij heeft het in het liedje over dat hij naar de verste uithoek voor hem van de wereld gaat. En ja, dat hij dan weet dat ze bij hem is. Of die jij persoon. Ik weet niet of dat hij of zij is. Ja, ik ga 2 januari naar Zanzibar.
En ik heb daar natuurlijk best wel gemengde gevoelens over. Omdat het echt niet goed gaat met Jikke. En ik ben net aan het lopen en ineens denk ik, ja, misschien is dat wel gewoon dat ik gewoon moet gaan. En dat we hoe dan ook bij elkaar zijn. Dat het niet uitmaakt waar we zijn. Omdat we altijd bij elkaar zijn. Ik sta hier nu weer op mijn vertrouwde plek voor het ziekenhuis, realiseer ik me nu. De plek waar ik was op 5 juli 2018. Terwijl ik in een ander ziekenhuis was. En we allebei de mededeling kregen van je hebt kanker. En ik loop hier. En zij... En zij is... in de hospice. Maar de emoties mogen er zijn. Nou ja, ik ga naar huis. Ik hoop dat ik nog een keer naar Rollercoaster van Danny Vera luister. Ik vind het zo'n mooi liedje. Echt zo mooi. Goed. Ja, dit is ook gelijk de afsluiter van de vlog van deze week. En ik wens je een fijne kerstdag. Ik hoop dat je erbij bent 29 december bij de wandeltocht. En ook op 12 januari. Bij Wat Zou Liefde Doen. Dat wordt ja, zo mooi. Ja, en ook de crowdfundactie. Ja, ik ga er nog wel meer over schrijven, denk ik. Of dat ga ik zeker doen. Want het wordt nu groter dan Jikke. En op een hele mooie manier. En Jikke weet ervan. Dat was Jikke's idee. Goed. Tot volgende week.